allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag dinsdag, we zijn op de Mijnterril in Waterschijn. We zijn juist aangekomen, we gaan kijken hoe we moeten lopen. Ik ben even mijn wandelschoenen aan doen. Voilà. En dan zullen we wel zien hoe dat hier uitziet. Nog nooit geweest, ben heel benieuwd. Maar het lijkt me wel heel fijn, dus ik ga nu naar buiten. Maar die daar bovenop fietst iemand. Zo, ik ga deze vlog hier afsluiten. Het is eigenlijk een vlog over 2 dagen, want ondertussen zijn vandaag al woensdag. Maar gisteren door de regen zijn we niet op de rail kunnen gaan wandelen. Dus hebben we dat vandaag gedaan, want vandaag was wel mooi weer en droog. Dus
Het is de terril van Waterschei dat we hebben gedaan in Genk. Super mooi. We zijn dan ook bij KRC Genk gisteren gaan eten. Het was een café daar. Super gezellig. Super coronaproof. Super lekker eten ook. Ik kan sla. Dat was bijna voor 2 personen. Dat was echt niet normaal, maar ook super lekker. Ja, dus echt wel de moeite. En dan hebben we gisteren wel zo'n beetje in de bossen gewandeld, wanneer het even droog was. Maar het was niet droog genoeg om de terril op te wandelen. Maar dat hebben we vandaag gedaan. De terril was echt super mooi om te doen. Het was wel heel interessant. Het was ook echt wel vermoeiend best, maar ook wel echt chic om te doen is. Dat is hoog beklimmen wel, moet ik toegeven. Ik ben tot aan de top geweest. Was best vermoeiend, omdat we hebben de eerste berg hebben zo'n beetje recht zo gedaan. Je kunt zo zigzaggen naar boven, maar ja, je bent wel heel lang bezig. En dan kun je op dat moment zo echt je stijl omhoog wandelen. Dus de tweede keer ging dat nog, eigenlijk, ça va. En dan bij de derde die ik deed, was dat echt bijna zo omhoog. En dan bij de laatste was dat ook nog best stijl, maar ça va wel. Dus ik denk dat ik 3 of 4 verdiepen omhoog ben gegaan. Dus echt op de top van de terril heb ik gestaan. Was super leuk. Ik heb wel wat video's genomen. Ik wou foto's van mijn eigen nemen, maar mijn gsm had... dus ik had de camera opgezet voor te filmen. Maar mijn gsm had door de zon of iets niks kunnen filmen. Dus was 1 black light. Dus dat is niet zo fijn. Maar maakt niet uit. Dat is niet het ergste. Maar voor de rest was het super fijn. Ik heb super leuke foto's kunnen maken. Ook posten deze week of zo. Ik vond het echt mooi. Ik wil het nog eens doen, denk ik wel. En dan echt wel eens foto's maken daarbovenop. Het is echt wel een mooie locatie, ook in de bossen en zo. Super mooi. Maar ja, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb. Want het was toch wel echt heel fijn. Ik had nooit gedacht dat ik het zo fijn ging vinden om te doen. En terwijl heb ik KRC Genk ook eens gezien, maar ik ben er eerlijk gezegd nog nooit in de buurt van geweest. Wel zo daarachterin maar of zo, maar nooit echt KRC Genk het stadion gezien. En als je op de rail staat, zie je ook het heel stadion, de arena, ziet je ook volledig. Dus dat was ook wel best leuk om eens te zien. Ik heb zoveel leuke dingen kunnen zien vandaag. En het was zalig weer. Ik weet niet of jullie het zien, maar ik ben kei verbrand hier. Hier en hier. Je ziet zo mijn zonnebril erin staan. Maar voor de rest was het perfect. Dus meer hebben we niet gedaan. We hebben party snacks gegeten bij KRC Genk. Die waren super lekker. En dan ja, gisteren die zalm en zo, maar... echt wel lekker. Maar ik ga gewoon deze vlog hier afsluiten. Want ik ben de vlog van vandaag aan het monteren. En die moet eigenlijk binnen 2 minuten online komen. Maar dat gaat weer niet lukken. Dus ik ga die nog even editen op YouTube. En dan ga ik Sarah kijken. Ik heb juist nog even in de jacuzzi gezeten. Heb ik niet gefilmd. Maar het begon juist te regenen. Half uurtje even spier laten ontspannen. Zalig was het. Maar echt een aanrader, super mooi. Wel zwaar als je niet gewoon zit om ferm te wandelen. Doe geen sneakers aan, gelijk mij. Ik heb blaren, dus doe dat niet. Doe echte wandelschoenen aan. Zorg dat je ook iets bij hebt tegen steken van beesten, want het krioelt er van alle soorten beesten. Niet erg, natuur, prachtig, maar dat je kunt voorbereiden. Met kindjes zou ik oppassen, want losliggende stenen, wel super leuk om te doen, denk ik, met hun ook. Want er zijn ook zo plassen waar je kunt rondwandelen of zo, ook beestjes. Maar losliggende stenen, dus ik zou toch oppassen met kleine kindjes. Als die dat niet gewoon zijn. Ik heb ook mensen met de fiets het zien doen.
mij ziet je dat niet doen, want dat was echt woep. Maar als je een fietsfanaat bent, probeer zeker maar eens. Kun je zeker eens doen. Maar het is 8 uur, dus ik ga nu snel mijn vlog verder monteren. En deze vlog ga ik hier gewoon even afsluiten, want ik blijf babbelen, zie ik. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up als jullie ermee akkoord zijn dat het super interessant is en super leuk is. And then I see you next.